Ja, goedemiddag, dames en heren. Fijn dat ik vanmiddag iets mag komen vertellen over mijn boek dat begin januari is verschenen. Dat boek behandelt drie onderwerpen. In het eerste deel gaat het over de oorsprong en de ontwikkeling van theorieën over de hysterie. Het tweede deel gaat dan over de internationale geschiedenis van de eerste gynaecologische operaties. Dat is vooral technisch gericht. En het derde deel tenslotte is gewijd aan diagnose en therapie van de pijn, bloedverlies en hysterie in het Nederland van de 19e eeuw. Deze onderwerpen laten zich niet allemaal behandelen in een tijdsbestek van 25 minuten. Ik moet dus keuzes maken en ik zal over sommige onderwerpen heen stappen. Zo laat ik onder andere de geschiedenis van de techniek van gynaecologische operaties vallen en de behandeling van myomen. Wat ga ik wel doen? Ik begin met enkele ziektegeschiedenissen uit de Nederlandse praktijk. Ga dan in op de vraag wat het begrip hysterie, waar het vandaan komt, om vervolgens stil te staan bij de beeldvorming over hysterie in de tweede helft van de 19e eeuw. Dat is het tijdvak waarin de gynaecologen op het toneel komen en de operatieve behandeling introduceren. In het laatste onderwerp staat de gynaecoloog Treup in zijn Leidse periode centraal. Deze hebben we denk ik gehad. De eerste gynaecologische buikoperaties vonden plaats vanwege ernstige chronische pijn onder in de buik, bloedverlies en hysterie. De diagnose hysterie stond in de 19e eeuw voor allerlei lichamelijke en psychische klachten die een relatie hadden met functionele activiteit van de genitalia, met andere woorden cyclusafhankelijk waren. In Nederland werd de eerste bilaterale ovariectomie, of castratie zoals dat in die tijd werd genoemd, werd uitgevoerd in 1878 vanwege ernstige chronische pijn onder in de buik. Daarover bestaat slechts een mededeling van Boegner in de notulen van een gynaecologenvergadering. Boegner was als arts verbonden aan het deftige toenmalige gesticht Meer en Berg te Bloemendaal. De relatie van Boegner met deze patiënten is mij niet bekend. Ik ben een dag naar het Noord-Hollands Archief geweest om de jaarverslagen na te zoeken, maar ik heb daar niets over deze operatie gevonden. De eerste publicatie dateert van 1879 en het komt van de hoogleraar Senger in Groningen. Het ging om een patiënt met een symptomencomplex als pijn, urineretentie, obstipatie en plotselinge ontlastingen van slijm en bloed uit de vagina. Dat is een beeld wat wij nu herkennen als bekkenbodemhypertonie. En het doet alle bellen rinkelen over seksueel misbruik. De vraag was actueel in de laatste decennia van de 19e eeuw of niet elke hysterica een gynaecologisch onderzoek zou moeten ondergaan. Doel van het onderzoek was afwijkingen te vinden en te behandelen om daarmee de hysterie te verlichten. Ik refereer nog wel even aan de inhoud van het begrip hysterie, lichamelijke en psychische klachten waarvan de ernst cyclus afhankelijk was. In het uiterste geval werd er een operatie verricht. Dat wordt treffend gedemonstreerd met een casus uit het jaar 1893. Het ging om een 30-jarige, gehuwde, kinderloze vrouw in Deventer. Zij was, en dan citeer ik uit het verslag ervan, dat elk voor- en najaar was zij niet al te goed. Ze was zwak in haar hoofd. Zij klaagde over de overlusteloosheid, angst en treurigheid. En was bang in zulk en vlaag zichzelf tekort te doen en twee kostkinderen te zullen doodslaan of met een mes te steken. Einde citaat. Haar angst, huilbuien, dwanggedachten en een aantal lichamelijke klachten namen toe in de periode voor de menstruatie. De gynaecoloog ten Kate deed gynaecologisch onderzoek en vond een rechter ovarium dat twee keer groter was dan het linker, zeer bewegelijk en laag gelegen in het kaar van Douglasie. En er volgde uitvoerig overleg en er werd besloten tot verwijdering van beide ovaria. En het verslag meldde dat zij een jaar later subjectief en objectief volkomen gezond was. Toen ik bezig was met deze ziektegeschiedenissen vroeg ik mij af waar de ideeën over hysterie vandaan kwamen. Al terugploegend kwam ik in de klassieke oudheid. De diagnose hysterie bestond evenwel niet in die tijd. Men dacht in termen van verschijnselen en behandeling. In de tijd van Hippocrates werden bij vrouwen tal van verschijnselen, inclusief mentale stoornissen, geïnterpreteerd als het gevolg van het dwalen van de baarmoeder.
Mentale stoornissen hadden dus een somatische verklaring. Galenus, ik ga echt met grote sprongen door de geschiedenis. Galenus in de 2e eeuw na Christus kwam met een alternatieve verklaring. Hysterische verschijnselen werden veroorzaakt door ophoping en bederf van menstruatiebloed en zaad. Volgens Galenus scheiden vrouwen een substantie in de baarmoeder af die overeenkwam met het zaad van mannen. En die substantie werd ook zaad genoemd. Ophoping en bederf leiden tot kwade sappen en venijnige dampen die zich door de bloedvaten en zenuwen in het lichaam verspreiden en aandoeningen veroorzaakten. De theorie van Galenus zou de geneeskunde beïnvloeden tot ver in de 19e eeuw, als het al niet de 20e eeuw is. Ik heb nog steeds mijn 7-mijlslaars aan en ga nu naar de 17e en de 18e eeuw. In het begin van de 17e eeuw komen er belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Voor het eerst wordt een vrouw die als heks gekenmerkt is door een arts in bescherming genomen tegen haar vervolgers. De voor heks beschuldigde is Elizabeth Jackson en het slachtoffer de 14-jarige Mary Glover. Mary had ruzie gehad met Elizabeth en ze kregen daarop epileptische aanvallen, stemverlies, periode met blindheid en nog een aantal andere klachten. Mary was behekst. Zo was de conclusie, behekst door Elizabeth Jackson en het kwam tot een rechtszaak. In die rechtszaak trad de arts Jordan op als getuige deskundige. Jordan betoogde dat Mary niet behekst was, maar een lichamelijke aandoening had. Suffocation of the mother, in het goed Nederlands vertaald, verstikking door de baarmoeder, oftewel hysterie. Primair was er sprake van ophoping en bederf van menstruatiebloed en vrouwenzaad. Secundair van de verspreiding van kwade sap en venijnige dampen. En vervolgens commotie van de spiritus animalis. De spiritus animalis was het hypothetische medium voor de zenuwgeleiding. Dat werd gevormd in de hersenen. Jordan stelde dus dat hysterie een hersenaandoening was. De hersenen sympathiseerden met de baarmoeder via het mechanisme dat ik zojuist benoemde. Sympathie is door de eeuwen heen een belangrijk begrip gebleven. Het staat voor allerlei effecten die een deel van het lichaam heeft op andere delen, die het lichaam tot een eenheid maken. Een volgend inzicht kwam van Robert Witt in 1763, een Schotse arts en fysioloog die onder andere bij Boerhaave in de leer was geweest. Het gangbare idee in die tijd was dat sympathische reacties mogelijk waren omdat alle zenuwen met elkaar in verbinding stonden. Witt verrichtte veel onderzoek met kikkers en kwam tot de conclusie dat sympathische reacties verliepen via de hersenen of het ruggenmerg. In zijn beschrijving gaat het om reflexen, maar hij benoemt ze niet als zodanig. Twee zaken vallen op in de theorie van Witt. In de eerste plaats de grote variatie aan sympathische verschijnselen die teruggaan tot de baarmoeder. En ten tweede dat emoties op één lijn staan met zintuiglijke prikkels voor het in gang zetten van sympathische reacties. Soma en psyche, lichaam en geest waren bij Witt een eenheid. Ik heb nu slechts twee belangrijke inzichten uit de periode van de 17e en de 18e eeuw naar voren gebracht. Feit is dat er in die periode tal van omschrijvingen van hysterie naar voren kwamen en tal van hypothesen over het ontstaan daarvan, met een centrale rol voor de spiritus animalis. Rond het begin van de 19e eeuw zijn er belangrijke paradigmaverschuivingen in de zenuwfysiologie. De spiritus animalis wordt ingewisseld voor een elektrisch principe. Dat betekende exit Galenus, alhoewel dat een heel geleidelijk proces was. Er kwamen nieuwe theorieën voor in de plaats, maar het denken over hysterie werd er niet eenvoudiger van. Ik ga nu het denken van drie mannen naar voren brengen. De Engelsman Laycock, de Duitser Griesinger en de Fransman Charcot. En met die keuze maak ik ook duidelijk dat er over hysterie heel verschillend werd gedacht. De Engelsman Laycock publiceerde omstreeks 1840 verschillende verhandelingen over hysterie. En het opvallende was dat hij niet in staat was om een algemene definitie van hysterie te geven. Hij koos ervoor om een aantal algemene kenmerken te noemen. In de eerste plaats, hysterie was hoofdzakelijk een zenuwaandoening, waarbij het niet ging om een anatomische afwijking, maar om een functioneel probleem. De aandoening kwam voornamelijk voor bij vrouwen.
De vrouwen hadden een kwetsbaar zenuwstelsel, een eigenschap die zowel de geestelijke als de lichamelijke conditie betrof. En de aandoening kwam alleen in de vruchtbare levensfase voor. Dat was 1840. Een beperkt aantal jaren later, 1845 hebben we dan over, komt de Duitse Griesinger met een handboek over psychiatrische ziekten. Griesinger is hoogleraar in Berlijn. Griesinger onderscheidt twee vormen. Hij wist wel wat hysterie was. De idiopathische en de sympathische vorm. Bij de idiopathische vorm lag de oorzaak in de hersenen. En de oorzaak waren heftige emoties met een negatieve lading. Denk dan aan woede en angst. Bij de sympathische vorm lag de oorzaak bij ziekelijke processen elders in het lichaam. Die hadden dus secundair effect op het functioneren van de hersenen. Functionele of organische afwijking van de geslachtsorganen speelde eigenlijk de belangrijkste rol door overprikkeling van het zenuwstelsel. Het ging daarbij onder andere om ovariumkiesten en liggingsafwijkingen, zoals verzakking en achteroverkanting van de baarmoeder, eigenlijk heel algemene fenomenen binnen de gynaecologie. Griesinger was een belangrijke inspirator van de Nederlander Schreuder van der Kolk. Maar Schreuder van der Kolk gaf ook nog een uitgebreide pathofysiologische verklaring van de idiopathische en de sympathische vorm van krankzinnigheid. En tenslotte moet genoemd worden de Fransman Charcot. Die publiceerde in 1875. En het eerste dat bij zijn naam genoemd moet worden is dat hij geen algemene theorie over de hysterie heeft gegeven. Hij concentreerde zich op de klinische verschijnselen. Charcot had een bepaalde systematiek ontdekt in de ontwikkeling van de hysterische aanval. De eindfase was een convulsie met krampaanvallen en een daling van het bewustzijn. In de periode tussen twee convulsies lieten zich afwijkingen zien, zoals halfzijdige gevoelloosheid, verlammingen, dwangstanden en pijnlijke gebieden. En deze verschijnselen werden geschaard onder de noemer lokale hysterie. En de belangrijkste vorm van lokale hysterie was pijn in het ovarium. Je kon een hysterische aanval uitlokken door druk op het ovarium, maar je kon hem ook weer couperen door aanhoudende forse druk op dit gebied van, of op de gebieden van het ovarium. Die druk kon je uitoefenen met een vuist of met een zogenaamde compressieriem die ik hier heb afgebeeld. Die therapie was overigens geen uitvinding van Charcot. Dat was een uitvinding van twee Franse gynaecologen halverwege de 19e eeuw. Maar je kunt wel stellen dat Charcot deze behandelingen heeft gepopulariseerd. Nou, laat ik een filmpje zien. Dat heb ik gekregen van Peter Keuler, neuroloog, u waarschijnlijk wel bekend. Het filmpje is overigens ook te zien op te zoeken op Yahoo, of nee, YouTube. En dan zal ik eens kijken of ik kan starten. We krijgen het eerste filmpje. Gaat het over het archetype van de hysterische aanval. Het is natuurlijk een stomme film, er is geen geluid bij. Maar je ziet dat ze hier bezig zijn, ik denk met de globus hystericus, het verstikkingsgevoel. Het verstikkingsgevoel wat heel kenmerkend is voor de hysterie. En wat je ziet gebeuren is dat ze opeens wegvalt, maar ze valt wel in de goede richting. Dit is het archetype van de hysterische aanval. Waarbij ik denk ik niet hoef te benoemen wat er gebeurt. Het filmpje uit 1908. Geweldig dat het bestaat. Ik ga naar het volgende filmpje, want dit gaat nog even zo door. Dit filmpje, wat in het vervolg op de eerste komt, wordt duidelijk dat er druk uitgeoefend wordt op het ovarium. Ik weet alleen niet of het hier gebeurt om de hysterische aanval te induceren of juist om te behandelen. Het lijkt mij het meest eerlijk gezegd op het induceren door met de duimen in de fossa iliaca, dus op de ovaria, te drukken.
Dan moet ik weer eventjes. Ze zegt met zijn duim in die fosse iliaca. Ja, we kunnen dat ons niet meer voorstellen, want dat hoort echt bij die tijd, denk ik dan. Kijk, heel slappe ledematen. Nou, beelden van historie. Uit 1908. En dan gaan we het nu over de gynaecologie hebben. Dat begint het verhaal in 1866 met Horatio Storer. Die schrijft een rapport waarin hij stelt dat krankzinnigheid een aandoening is van de hersenen, maar dat de oorzaak erbuiten gelegen kan zijn. Hij heeft het dus over sympathische krankzinnigheid. Horatio Storer is een gynaecoloog avant la lettre en voorzitter van de vaste commissie voor krankzinnigheid van de American Medical Association. Het was een man met gezag. Hij refereert onder andere aan de Nederlander Schreuder van der Kolk met zijn idiopathische en sympathische krankzinnigheid. Volgens Horatio Storer lag bij mannen de oorzaak van krankzinnigheid meestal binnen de hersenen, dus als idiopathisch. En bij vrouwen, u raadt het al, was er meestal sympathische krankzinnigheid, waarbij een oorzaak buiten de hersenen dus en de geslachtsorganen een belangrijke rol hadden. Mensen als Horatio Storer maakten de geesten rijp voor operatieve interventies. En die eerste succesvolle verwijdering van beide ovaria, de castratie of bilaterale ovariectomie, werd in 1872 uitgevoerd door de Amerikaan Betty. Betty noemde de ingreep aanvankelijk normal ovariotomie. Dat wil zeggen de verwijdering van normale ovaria. Maar dat gaf commotie in de maatschappij waarin het moederschap de belangrijkste opdracht in het leven van vrouwen was. Betty kwam later op deze naamgeving terug en betoogde dat alle ovaria onmiskenbaar afwijkend waren. Alle ovaria toonden tenminste kleine kiesten of een verdikt kapsel. Die anatomische toestand noemde hij oophoritis. In sommige gevallen was deze situatie gecompliceerd door adhesies, het gevolg van lokale peritonitis. De toestand werd ook wel perioophoritis genoemd. Men had met die oophoritis, dus die kleine kiestes of een verdikt kapsel, nu ook een verklaring voor de ovariumpijn. Door de ontsteking was een littekenweefsel ontstaan die zenuwen binnen het ovarium in de klem namen. Die situatie leidde tot toegenomen pijn tijdens de ovulatie en menstruatie en tot reflexaandoeningen elders in het lichaam. Op het internationale toneel waren er nu twee theorieën over de pathogenese van hysterie. Onder diegenen die dachten aan een ontstaan in de hersenen vroeg men zich af waar, in welk gebied in de hersenen het centrum voor hysterie was gelegen. Zij ontwikkelde de lokalisatietheorie. De andere theorie, de reflextheorie, ging uit van een cruciale rol van de geslachtsorganen. Prikkeling hiervan leidde tot, via een reflexboog, tot hysterische reacties. In Nederland was het niet anders met de gynaecologen van het eerste uur. Dat waren Treub en Mendes de Lyon. Beide in Amsterdam. Treub was aanhanger van de lokalisatieleer. Dat betekende niet dat hij geen rol zag voor de genitalia. Functionele activiteit van de geslachtsorganen was nodig om de hysterie tot uiting te laten komen. De belangrijkste uiting was de bekkenneuralgie of de chronische onderbuikpijn, eigenlijk conform Charcot. En die chronische onderbuik,
Pijn die ontstond dan door perifere projectie van een centrale hersenaandoening. Mendes-Rion bleef aanhanger van de reflextheorie. Treub deed in 1894 verslag van zijn operaties voor bekkenneurologie. Toen ik het artikel las, dacht ik, waar is die man mee bezig geweest? Ik probeerde grip te krijgen op zijn gedachtegangen. En de oorzaak van mijn probleem was dat hij ook ziektegeschiedenis opvoerde van patiënten die hij wel een keer had gezien, maar die hij niet zelf had geopereerd. En bovendien had hij de ziektegeschiedenissen niet chronologisch weergegeven. Het wordt wel duidelijker op deze tabel, waarbij die alleen de patiënten betreft die Treub zelf heeft geopereerd en die vervolgens zijn gerangschikt naar datum van operatie. Treub richtte zijn eerste operatie in 1886 en de eerste twee operaties betreffen de bilaterale ovariectomie. Hij is klaarblijkelijk niet tevreden met het resultaat. Bij zijn derde, vierde en vijfde patiënten verricht hij in aanvulling op de castratie een supravaginale uterusamputatie. Dat is een ingreep waarbij het corpus uteri wordt gescheiden van de cervix. De cervix blijft dus in situ. En hij doet dat om reden van het experiment, zoals hij dat zelf schrijft, omdat de uterus toch een nutteloos orgaan was geworden na de verwijdering van de ovaria. Hij is klaarblijkelijk ook niet tevreden met het resultaat van deze ingrepen. In de periode 1889 tot 1891 experimenteert hij met een eenzijdige ovariectomie en een ventrofixatie van de uterus. Dat wil zeggen, hij hecht de fundus uteri aan de voorste buikwand. Ook dat is niet alles. En tenslotte dus vanaf 1892 houdt hij het bij een vaginale uterusextirpatie en laat hij de ovaria ongemoeid. Treub heeft zich duidelijk laten inspireren door de Franse gynaecologen met wie hij veel contact had, met name met Richelieu. En wat in de beschrijving van zijn operaties opvalt, is dat hij onderwerp als voortplanting en seksualiteit uit de weg gaat. Het waren heikele onderwerpen die in andere landen wel uitgebreid aandacht kregen, met name in de Franse romanliteratuur. De operatieve behandeling moest een ultimum refugium zijn. Alle patiënten ondergingen tevoren verschillende behandelingen, waarbij het doelwit ook de psyche kon zijn. Treub heeft deze psychische behandelingen zelf uitgevoerd. Bij één patiënt, een 21-jarige vrouw, die hem verwezen was vanuit Indonesië, is hij wel erg ver gegaan. Die patiënt onderging een schijnkastratie, thermocauterisaties, ook wel pointe de feu genoemd, en koude douches. Bij de schijnkastratie werd de patiënt onder narcose gebracht en alleen een incisie in de buikwand geplaatst. In het postoperatieve traject werd alles gedaan om ervoor te zorgen dat de patiënten bleef geloven dat ovaria waren verwijderd. Het was een zeer omstreden ingreep. Enkele jaren eerder was deze ingreep door een gynaecoloog in Berlijn uitgevoerd en het had wereldwijd grote commotie gegeven. Desondanks voerde Treub die ingreep ook uit en opvallend is dat hij niet ingaat op de morele dimensie daarvan. De thermocauterisatie was al even omstreden. U ziet hier het instrument van Pacquelin, waarbij een naald wordt verhit in benzine, ontbrandende benzine. En met die hete naald worden puntvormige brandwonden gemaakt op de huid. Vaak 20 per sessie en in totaal 10 sessies. Treub heeft op de een of andere manier veel vertrouwen in het effect van de ingreep gehad. Hij heeft deze thermocauterisatie een belangrijk deel van zijn professionele carrière toegepast, al vanaf zijn assistententijd. Dan tenslotte de waterbehandelingen toegepast werden, de zwavelbaden en koude douches, waarvan natuurlijk de koude douche het meest drastische was en resulteerde in een ontredderende vrouw. Ook daar maakte hij weinig opmerkingen over. De Indonesische patiënten onderging tenslotte, nota bene op verzoek van de psychiater Winkler, die ook niet veel verder met patiënten was gekomen, een nefropraxie, eerst links en daarna rechts. Het had allemaal niets uitgehaald. Tenslotte, en daarmee eindigde de ziektegeschiedenis van deze patiënten, onderging zij een vaginale uterusextirpatie, waarbij werd vastgesteld tijdens de ingreep dat de adnexen geen afwijkingen toonden. Dames en heren, het was een
een beperkt aantal grepen uit het boek Pijn, Bloedverlies en Hysterie. Dank je wel voor je aandacht.